me even vertellen wat hier precies is gebeurd? We hebben een melding gekregen dat 4 mannen in de messilo vast zouden zitten. Nou, we hebben direct de hulpverlening gestart. Ambulance, brandweer, politie. Nou, we troffen de 4 aan. We konden ze er niet uitkrijgen. Toen moest er een gat gemaakt worden in de zijkant van de messilo. Toen zijn de slachtoffers eruit gehaald. Voor 3 kwam helaas de hulp te laat. Die zijn overleden. En een 4e slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bellingwolde, Lindelaan. In een loods werden 1250 planten aangetroffen. In een tweede loods werd een inmiddels geruimde kwekerij met veel kweekbenodigdheden gevonden. Er zijn 2 Oost-Europeanen aangehouden. Daarnaast is een auto in beslag genomen en het energiebedrijf doet onderzoek naar het manipuleren van de meter. Alle gebruikelijke kweekapparatuur zoals lampen, filters en ventilatoren zijn in beslag genomen en in overleg met de officier van justitie worden deze vernietigd. Dwingelo. Een hevige onweersbui heeft zijn tol geëist in Drenthe. In Dwingelo sloeg de bliksem in een deels rietgedekte boerderij, die vrijwel meteen in brand stond en is afgebrand. De boerderij aan de westeinde was door de brandweer niet meer te redden en brandde geheel af. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. Er raakte dan ook wonderwel niemand gewond. Het nabestaanden nam nog enige tijd in beslag.